Oh, dit is als je laatste bent. Hallo mensen van Marnuker en welkom bij deze gloedje nieuwe video. Daar zijn we weer hoor. We gaan vandaag weer iets super tofs doen, want Brawl Stars heeft natuurlijk een update die eraan komt. En de nieuwe dingen komen er binnenkort aan. Ik heb een datum daarvoor en die zal ik zo meteen gaan vertellen. We gaan eerst even lekker praten. Of nee, niet praten. We gaan helemaal niet praten. Wij gaan kijken naar gameplay van Ember. De nieuwe knokker die eraan gaat komen in Brawl Stars. De datum vertel ik dus zo meteen. Eerst gaan we kijken naar gameplay. Naast die gameplay van Ember heb ik nog gameplay van de nieuwe gadget van Bull en van Max. Hele toffe gadgets. We gaan het zo meteen bekijken. Morgen ga ik nog een giveaway doen over, voor een headset die ik dus ook op heb. Zo'n headset. Ik heb er 3 van die ik weg kan geven aan iedereen die kijkt. Dus kijk zeker morgen. Check ook zeker even het linkje in de beschrijving. Want daar staat een linkje naar G2A. En daar kan je games goedkoper halen dan waar dan ook. Druk nog even op dat likeje dus. En laten we beginnen met de gameplay van Ember. Ik ben zo benieuwd. Firefuel. Hier hebben we Ember. Firebeater. En kijk wat ze allemaal heeft. Hier alle pins van Ember. Kijk hoe sick die er gewoon al uitzien. Ik weet nog niet. Ik weet wel hoe je die kan krijgen volgens mij, toch? Ember? Maar dat ga ik zo meteen allemaal doen. Eerst even kijken wat we allemaal gaan doen. Zo ziet Ember er dus uit in de lobby. Heel erg sick al. Hoe dat die beweging was. En dat gezichtje zag net een beetje rood bij het oogje. Ze schaamde zich een beetje voor de hand die in de fik stond. En hier heb je een Star Power Wild Flames. Ember can have 2 fuel puddles on the ground. Dus ze kan 2... Oh, het gaat allemaal zo snel. Fire starters. Een gadget. We gaan het allemaal nu zien. De gameplay daarvan. We zien het eerst even in de training lobby hier zo. We kunnen nu de special gaan pakken. We hebben... Dit is de gadget. En hier heb je zo'n heel spoor van allemaal gif en zo, weet je wel. En dit is de special. En het kan je in de fik zetten. Het is geen gif, dus het is dus benzine. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik deze gameplay zie, hè. Het is een hele zieke gameplay. Dus je gooit een soort van benzine of olie neer. Dit kan je in de fik steken met je gewone aanval. Met vuur wat je dus gooit. En dan... Ja, doe het, doe het, doe het. Dat blijft er gewoon zo lang liggen. Je kan een heel spoor maken. Wauw, dit is insane. Dit is insane. Je kan de hele mappen mee raken. Het doet niet heel veel damage, maar het doet wel damage. We zien nu even gameplay van Hot Zone. Hoe gaat dit in Hot Zone? Oké. De gewone aanval, die vind ik er al heel erg sterk uitzien sowieso. Dus de gewone aanval vind ik echt dan perfect. Maar ik wil eens even zien hoe dat dit in een match gaat. Als je benzine neergooit of olie. Ze doet het in de bosjes. En ze steekt de bosjes in de fik. En je ziet dat de bosjes helemaal zijn weggeschroeid. Wauw. Dit is insane. Nee, oprecht gewoon. Ik zou gewoon weer bijna elke dag Brawl Stars willen spelen. Ik doe het nu niet meer elke dag. Omdat ik Brawl Stars steeds minder leuk vind worden. Maar deze knokker ziet er wel heel erg interessant uit, moet ik zeggen. Vertel eens even of jullie ook nog heel veel Brawl Stars spelen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, daar gaan we dan. We spelen nu weer Hot Zone, maar dit is een iets andere map. Eerst een spoor. Ik zou niet weten waarom je een spoor zo neerzet, maar het blijft als het goed is gewoon liggen. Dus het kan geen kwaad. In ieder geval, deze map is ook wel heel erg nice trouwens. Is het een nieuwe map? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar, zet heel het midden in de fik en het is van jou. Je kan de bosjes helemaal afwikken en alles. Het is nice. Het is nice. We gaan zo meteen ook nog andere dingen bekijken natuurlijk. Zoals andere game modes hoop ik dat we nog te zien krijgen. Weer Hot Zone. Come on, man. Ik vroeg net om andere game modes en ze geven het niet. Kijk hoe sterk Ember ook gewoon is. Gewoon met 1 keer aanvallen. Al gewoon de helft van Bee's health eraf. Echt super sick. Maak ze af. Oké, gooi nog wat olie neer. Hier in het midden zo. Yes, en zet het in de fik. Hoppakee. Maar je bent wel dood. Kijk dat icoontje van Ember boven. Dat gezichtje was super grappig. Oké. We gaan verder. We lopen er weer verder. En daar zien we Bee. En het gaat allemaal nog lekker prima. Ze winnen dit easy. Maar Ember is naar mijn idee nog best wel OP. Het kan zo zijn dat natuurlijk Ember nog minder sterk gaat worden in de komende updates. Dat er nog een soort van balance update komt. Dat alles een beetje gebalanceerd wordt. Dat Ember niet OP gaat zijn. Want meestal zijn nieuwe knokkers OP. Oh, showdown met Ember. Oké, dit wilde ik zien. Oké, laat maar eens zien. De reach is ja, best wel ver, maar ook niet super ver. Er liggen een paar dingen. Je bent wel bijna dood hoor, Ember.
Oké, okay, maak die dynamite af. Die is goud. Die gouden skin is vet. Maar dit gaat lekker, 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 lekker. Daarboven zien we Poco. Die kunnen we ook wel hebben, toch? Easy. Goed. Ah, maar dat deed jij niet eens. Amber deed helemaal niks. Amber pakt alleen maar gewoon die dingen. Gooi wat olie neer. Je speelt toch gewoon tegen bots? Het kan toch niet moeilijk zijn? Jongen, 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 jongen. Oké. Okay. 10 krachtpunten. Nou, dit wordt sowieso een win voor Amber. Toch? Nice. Showdown. Tegen wie? Tegen Bo. Oké, okay, waar is Bo? Waar is Bo? Waar is Bo? Nou, jullie zien niet hoeveel mensen er nog over zijn. Het bovenste, het onderste is niet in beeld. Want ik heb het full screen gezet, deze gameplay. En dan kan je sommige dingen die hier in beeld staan, kan je niet zien. Want dit is opgenomen vanaf een iPad. Deze gameplay. En hoppakee. Easy win voor Amber. Amber heeft verder niet heel veel gameplay laten zien hier. Maar dit is wel nice om dit windschermpje te zien. Van Amber. En we kijken het gezicht. Rood, ze schaamt zich. Dat bedoelde ik in het begin. Super nice. Oh, dit is als je laatste bent. Of die laatste, negende. Ja, yeah, verbrand jezelf. En dit is nice. I like it. I like it. Oké, okay, we hebben hier een nieuwe gadget. Dus van Max. We gaan Sneaky Sneakers nu proberen. Max blinks back to a place. Oké. Okay. Dus Max, die knippert een keer bij de ogen. En die gaat terug naar een plek die ze zelf uitkiest. Met haar gadget. Nou, let op, let op, let op. We gaan hier gewoon even spelen. Leuk, leuk, leuk. Gewoon even schieten, lekker spelen. Chill, chill, chill. Dit is... Oh! Dit is hem. Oké, okay, je drukt op de gadget en daar spawn je over 4 seconden. Dus je kan je gadget plaatsen. 4 seconden later spawn je terug bij die plek. En krijg je ook je health terug als het goed is. Van die 4 seconden. Seconden. Let goed op de health. En... Hoppakee. Nee, health, dat zie ik niet echt terugkomen. Maar in ieder geval wel dat je terugspant op die plek die je dus hebt gemarkeerd. Nou, leuk. Gaan we even een normaal potje bekijken. Oh, nog een keer testen. Test, test, test. Hoppakee. Nou heb je wel weer full HP. Vreemd, 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 vreemd. Oké, okay, we spelen hier... hoe heet dit ook? Een belegering? Toch? Schroevenverzameling zou ik dit noemen. Maar volgens mij is het belegering. Ik ben heel die naam gewoon vergeten. Kan je nagaan hoe weinig ik Brawl Stars nog speel de laatste tijd, hè? Kan je nagaan. Maar updates bijhouden is altijd leuk. Vind ik altijd leuk. Oké, okay, we gaan hier gewoon inbreken. En knallen. Gebruik je gadget buiten de muur. Is heel slim. Oh, wordt niet eens gedaan. We gaan Bull in ieder geval bekijken. Die gadget van Bull. T-Bone Injector en Stomper. Maar Stomper is dus een nieuwe Bullcan Interrupt. Ja, leuk dat je me zo snel afkapt, meneer. We gaan eens kijken wat deze gadget precies gaat doen. Oké, oké, oké. We hebben hier de gadget dus. We kunnen hem nog niet gebruiken. Wanneer zouden we hem kunnen gebruiken? Nog steeds niet. Misschien als we midden in die groep knokkers staan. Oh, nu. Aha. Dat kan dus midden in jouw special. Dus als je je special uitvoert, kan je je gadget uitvoeren, zodat je stopt met rennen. Dus zo kan je je special stoppen. Dat is wel echt super chill. En we gaan eens even kijken in Bounty. Oké, oké, oké. Hier kunnen we het beter zien, als het hierin gebruikt wordt. Want heel vaak heb je natuurlijk een probleem dat je, als je je special gebruikt, dat je veel te ver rent. Dat probleem heb ik best wel vaak gehad. Maar hier met deze gadget kan je dat dus stoppen. Heel erg chill. Maar ik denk dat Boel dood gaat. Oh nee! Boel gaat niet eens dood. Hier was een beetje zinloos om de gadget te gebruiken. Was een beetje verspilling. Die dingen heb ik ook nog nooit gezien. Heb ik al zo lang niet meer gespeeld? Of is dat nieuw? Nee, dat is toch niet nieuw, of wel? Die teleporters in de map. Wel lachen dat dat erin zit. Nice, dikke damage doe je dan ook nog eens als je die gadget gebruikt. Nou, kunnen we de gadget nog één keer gebruiken, maar dat doen we niet. Dit was het gewoon, jongens en meisjes. Dit was het. Laat een dikke vette like achter. En 24 oktober, dus vrijdag komt... Nee, is dat vrijdag? Zaterdag. Zaterdag komt dit allemaal uit, jongens en meisjes, dames en heren. Laat een like achter, abonneer van weer. En tot morgen maar weer.